Het is alweer dag 2 van deze Milan Fashion Week die 3 dagen gaat duren. Vanmorgen zijn we begonnen met Dirk Bickenbergs. Dit modehuis is overgestapt op een meer urban stijl en is een beetje afgegaan van sportieve. Heel erg mooi, maar toch wel jammer eigenlijk dat dat sportieve weg is. Daarna hebben we MSGM gezien. Dit modehuis, het Italiaans modehuis dat tegenwoordig heel erg aan de weg timmert, showde in de Universiteit van Milaan. En het leuke daar was dat er in plaats van modellen studenten op de catwalk liepen. En eerlijk gezegd was het verschil tussen modellen en studenten niet echt heel erg groot. Dus dat opent perspectieven. Verder hebben we vandaag D-Squared op de catwalk gezien. Een show waar iedereen altijd heel erg naar uitkijkt. De tweeling, de ontwerper tweeling, heeft zich dit keer laten inspireren door de cowboystijl. Een geliefd thema bij deze jongens. We zagen dus weer houthakkers overhemden, maar ook veel leer, franjes. Alle dingen eigenlijk die een cowboy graag draagt. Op dit moment zijn we backstage bij Sartorio Monk. Een vrij onbekend merk, tenminste voor ons. Dus we zijn wel heel benieuwd wat we zo direct te zien gaan krijgen. Het is nu ongeveer 1 uur of 4. We hebben nog een beetje te gaan. Daarover vertel ik morgen. Ik wil nog wel even iets vertellen over de streetstijl. Ik moet zeggen dat ook vandaag het weer een explosie van kleur was op straat. Heel veel creatieve en toch wel vrij extreme outfits. Met weer veel eco-bond. Hele mooie dingen. Ook wel winterwit heb ik gezien. Mooie parka's natuurlijk bij D-Squared. Opvallende outfits. Iedereen doet enorm zijn best. En nogmaals, kleur is op dit moment het nog helemaal. Dit was het voor dag 2. Morgen meer. Dan is het alweer de laatste dag. Tot morgen.